Dag allemaal. Graag laat ik jullie zien hoe jullie deze kaart of doosje slash kaart kan maken. Ik ga jullie de basis uitleggen om dit modelletje te realiseren. Het is wel degelijk een kaart, want als je ze toevouwt, dan kan ze opgestuurd worden. En als je ze terugplooit, dan heb je een doosje slash kaart. Voor de basis, wat hebben we daarvoor nodig? Uit de set heb ik deze twee genomen. En die heb ik uitgesneden. Eén keer, nog een keer. En dan heb je die tussenstukjes. Die kan je eigenlijk meerdere keren uitsnijden. Ik heb nu voor twee gekozen in mijn modelletje, maar dat kan ook drie zijn. Dan kun je een beetje kiezen. Nu, er is wel een maximum, 4, 5. Dat zou ik nu precies niet proberen. Maar 2 of 3 is zeker een goed idee. Die komen strakjes in het doosje gekleefd. Dus als ik het uitgesneden heb, wat ga ik dan doen? Dan ga ik het eerst voorvouwen. Dus de vouwjes zijn er door de mal ingemaakt. Dus die kun je eigenlijk, dit ga ik misschien strak doen, maar je vouwt deze al voor. En ook deze. En je zult gezien hebben dat ik daar ondertussen ook al scorecape aan gedaan heb. Dus ik heb deze twee delen die samen doosje slash kaart vormen. En die ga ik eerst in elkaar zetten. Ik maak gebruik van de scorepaal. Waarom? Omdat ik dan heel gemakkelijk een rechte lijn kan kleven. Dat kan met de grote of dat kan met de kleine. Ik heb nu hier gewoon voor de kleine gekozen uit praktische overwegingen. Ik heb score tape gebruikt. Je kunt ook precisielijm gebruiken. Dus je zet ze mooi tegen elkaar. Dat ze ook hier mooi aansluiten. Dan vouwt je ze dubbel en we gaan er al eens met ons vouwbeen over. En dan hebben we de andere kant, deze, om de kaart te sluiten. Dus ook die maken we los. Even kijken wat het gemakkelijkste is. Zo. En we laten die zakken, dat alles mooi op elkaar past. Dus ook die gaan we nu eventjes voorvouwen. Dat had je eigenlijk ook al op voorhand kunnen doen. Ik heb er nu niet aan gedacht, maar je ziet, zoals het in elkaar staat, gaat het ook. In de set zitten ook stukjes om dit allemaal te decoreren. Zoals ik hier op mijn voorbeeldje heb. Ik heb hier wit papier genomen om te kunnen stempelen. En ik heb ook die gemaakt in designpapier. En aan de buitenzijde heb je ook designpapier. Ook die malletjes zitten allemaal mee in het pakket. Dus als we het nu in elkaar gezet hebben, dan hebben we deze. Die gaan we ook eventjes terugplooien. Altijd gebruik maken van uw vouwbeentje. Die laatste kan eigenlijk blijven staan, maar dan moet je een grotere enveloppe nemen. Maar dat zou eventueel een optie zijn, of je zou het gewoon afgeven. Dus we gaan ook deze omvouwen en glad strijken. Dus we hebben ons doosje nu gemaakt. Ik neem die als achterkant, dus dat is het stukje waar het aan elkaar gekleefd is. En nu moeten die dwarsliggertjes eigenlijk, die moeten erin gekleefd worden. Nu, je kunt dat eigenlijk kiezen, je kunt ze zo kleven in die richting, of je kunt ze zo kleven. Ik heb eigenlijk deze richting gekozen, maar ik denk dat het mooier qua afwerking is als je het er zo in kleeft. Dus wat doe je? Je doet je tape hier aan. Of je precisielijm. En dan maak je die los. Dan bepaal je de plaats waar je die wilt hebben. Dus bijvoorbeeld hier. Dan maken we ook de andere kant los. En dan zetten we die mooi daar tegenover. Even kijken dat dat recht is. En dan heb je dus een dwarsbalkje gemaakt waar je dus alles wat je er graag wilt inkleven van decoratieve stukjes op dat dwarsbalkje kunt zetten. En zo kan je er dus 2 of 3. Je kan ook een beetje met de hoogte spelen. Als er iets groter moet ingekleefd, pak je dat het een beetje lager kleeft. Zodat je dat er niet zo ver bovenuit komt. Natuurlijk altijd zien dat je niet boven die paneeltjes komt. Want ik denk niet dat dat zo mooi is. Dus het is eigenlijk op heel snel een tof, leuk, origineel iets gemaakt. Dat je kan decoreren met zoveel verschillende, in zoveel verschillende thema's. Er zitten dus heel veel stukjes in. Maar ik heb gekozen
Om in het thema te blijven van de workshop juni-juli 2023 heb ik dus voor kleine elementjes gekozen van Gumiapan om dit aan te kleden. Zo, dit is een heel leuk modelletje en ik hoop dat jullie er veel plezier aan zullen beleven. Dank u!